Wow, ik wil het best bekennen. Vorige week hebben we ons wel druk gemaakt. Althans, vooral ik. We gingen in Noord-Oostenrijk skiën. Zou er wel genoeg sneeuw liggen? Is het niet allemaal pap? Nou, het blijkt maar weer. Zorgen maken is eigenlijk helemaal niet nodig. Het is hier heerlijk. Dit is de derde dag. En we hebben, ondanks de vrij hoge temperaturen, geweldige condities. De pistes liggen er allemaal heel mooi bij. En pap hebben we eigenlijk überhaupt niet. Misschien de laatste 100 meter beneden bij de gondel, maar verder niet. Het is eigenlijk ook niet ijzig. De pistes blijven de hele dag goed. Skiën vanmorgen op de Wiedebergershorn. Dat is een beetje een apart deelgebied boven in de Altbach. En de pistes zijn hier echt geweldig. Terwijl het dal toch zo groen is, zou je niet verwachten dat het hierboven zo goed is. De pistes zijn lekker strak, het is niet druk en het is echt zulk geweldig weer. Je hebt hier een paar rode en zwarte pistes die je eigenlijk de hele dag opnieuw wel wil doen. Als je boven bent, denk je nog een keer en dan denk je daarna, ik wil nog een keer. Heerlijk! We hebben vanmorgen de Schatzbergbaan genomen, die sinds 2 jaar het dal van Altbach verbindt met het gebied van Wildschönau. Om daar te gaan kijken. En ja, prachtig ook brede pistes, veel breder dan aan de kant van Altbach. Mooi, goede condities, wel iets meer blootgesteld aan de zon, dus de sneeuw werd iets vroeger al zacht, maar nog steeds heerlijk. Een beetje overmoedig geworden dachten we, kom, dan gaan we de dallen op. Afdaling naar Auffach nemen. Dan merk je wel dat er toch weinig sneeuw ligt en dat het erg warm is. Die dalafdaling was wel echt bruin en ijzig en heel erg pappig en ook veel modder. We moesten bijna klunen, maar we zijn beneden aangekomen. Gelukkig vonden we daar dan weer een heel erg lekker restaurantje naast de piste. Heerlijk geluncht en we zijn gauw weer met de baan omhoog gekomen.